Vandaag gaan we met z'n allen kijken hoe dat Lindsay de vlag voor Nederland gaat dragen. Echt een super moment natuurlijk. Kijk er echt naar uit. Mijn telefoon stond roodgloeiend van de media. En iedereen vond het heel leuk om te komen kijken hoe dat wij dat gingen beleven. En toen heeft de IJsbaan Breda aangeboden om hier dus een scherm op te hangen in beeld. Zodat we toch met z'n allen dit moment kunnen pakken, zeg maar. Er is niks meer te verliezen. Niks meer te verliezen? Nee, het is alleen maar winnen. Ja, zo voelt het echt. Ja. Heb je het idee dat ze jullie mist? Nu nog niet, denk ik. Er komt zoveel op haar af. De eerste dag was zo'n beleving. Een hele bed lag vol met cadeautjes uit China. En ze had een mooie Samsung-telefoon gekregen. En ja, alles is superleuk natuurlijk. En het is alles nog aan het ontdekken. Maar missen doen we elkaar toch altijd wel. Wij wonen met mijn ouders in een huis. Een huis voor dubbele bewoning. En die ondersteunen ons natuurlijk ook hartstikke goed. Mijn moeder doet ook ontzettend veel met Lindsay. Ik ben altijd met haar mee. Ik fiets, ga mee naar de fysio, naar Pilates, naar ballet. Nou, de schaatsbanen, die zijn er altijd bij. Gaat ook nog even met haar bellen als het goed is. Ja, ik heb geprobeerd om vanochtend contact te krijgen in China met de technisch directeur. En ook met Yvonne, die weten ervan. Lindsay niet, voor haar is nog een beetje een verrassing dat wij hier allemaal zijn. Hey Lins! Hoi! Hey! Hoi ma! Alles goed? Ja. Ja? Lins, ik wil je wel laten zien. Ja. Oh. Hey. Hey. Allemaal mensen voor jou. Leuk, hè? Ik zeg altijd, maar zo nu gaat Lindsay snuffelen in China. En over 4 jaar, dan gaat ze echt. Naar Milaan. Huh? Ja, naar Milaan. Ja, 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 ja. Ja. Tot slot, hè? Wat nou als ze straks een medaille haalt? Nee, die gaat ze niet halen. Het is al een wonder dat ze hier staat. Ik denk dat het al een heel wonder gaat worden als ze de finale haalt. Het is een sterk deelnemersveld, maar voor ons kan het niet meer op. Ze hoort tot de beste 30 van de wereld Olympische rijders. Voor ons maakt het niet meer uit.